In november ga ik samen met Toei de marathon van New York lopen. Daar heb ik onwijs veel zin in. Ik ga lopen met Frans. En Frans gaat niet New York lopen, Frans gaat Berlijn lopen. Ik heb in 1998 voor het eerst marathon in New York gelopen. Waanzinnige ervaring. Ik ben meestal 's avonds wat later thuis. Dus heel veel tijd om door de week te sporten is er eigenlijk niet. Weet je, als je een druk bestaan hebt, dan wordt je agenda ook wel meestal bepaald door andere mensen. Klopt. Maar ik sta nu al om 6:00 ochtends op, ja? Om 6:30 weg te rijden. Daarvoor lopen, dat krijg ik niet voor elkaar. Nee, ik heb altijd in mijn auto een klein tasje staan met hardloopschoenen, een hardloopbroekje en een hardloopshirtje. Als je hardloopspullen bij je hebt, is er altijd wel een manier om ergens een stukje hard te lopen. Je hebt gelijk. Dus ik ben altijd wel overtuigd dat je juist de eerste kilometers, dan zet je tempo, dan zet je ritme. En je gaat naar Berlijn lopen. Ik heb daar gestaan, hè, bij de start. Ja. En dan moet je je voorstellen dat het vandaag de dag één grote mensenmassa is. Dan word je hyper, dan word je enthousiast. Ja. Dan ga je smijten met je krachten en dan ga je overal tussendoor. Ja, en dan heb je op dat moment geen last van. Maar na 20 kilometer, dan voel je het wel. En juist hoe zuiniger je aan het begin bent, hoe meer lol je hebt in de laatste kilometers. Let op je ademhaling, dat je gewoon lekker hoog blijft lopen. Ja. Dat je blijft rollen, dat je kort contact blijft houden met de grond. En dan heb je daar aan het eind profijt van. Het is natuurlijk fantastisch dat we met TUI, met TUI Sport, die marathonreizen aanbieden. Dus ik heb heel veel zin om dat zelf ook te gaan proberen. En vandaar dat ik meega naar Berlijn. Dankjewel. Oké, jongens, succes in Berlijn, ja, hè? Ja, jij in New York. Ja.